Mijn naam is Julian Vuurmans, ik ben 30 jaar, ik ben onderneemster, heb 2 bedrijven en hou mij bezig met social media, strategieën en influencer marketing. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Heb je zin in koffie? Ik ben gaan ondernemen omdat ik in loondienst werkte en ik best wel sterke gedachten had over hoe ik vond dat het eigenlijk moest zijn. En ik ben echt in het diepe gesprongen. De kickstart voor mijn onderneming was eigenlijk de drang om onafhankelijk te willen zijn. Veel gesprekken gevoerd met onder andere mijn familie, met mijn vriend. Van joh, is dat gevoel wat ik nu heb, moet ik dat gaan volgen? Ook al voelde ik heel veel onzekerheid en angst, dacht ik nee, het is echt nu of nooit. Dus ik heb dat risico genomen en ik dacht, weet je, het komt uiteindelijk altijd goed. Ik heb eigenlijk altijd in artiestenmanagement gewerkt. Eerst in een wat traditionelere media-industrie en later influencer marketing. Ik werk heel erg vanuit mijn gevoel. Ik denk dat ik goed ben met mensen, maar dat heb ik niet met iedereen. En nu mag ik zelf kiezen met welke bedrijven ik werk. Nu kan ik zelf kiezen met welke talenten ik werk, waar ik wel of geen tijd in investeer. Dus dat is voor mij echt vrijheid. Heel veel vrijheid. Liever de hele avond door. Zeker samen. Ik begon met een boutique talent agency. Want ik wilde graag werken met mensen die allemaal een eigen expertise hadden. Ik kwam erachter dat ik mezelf best wel beperkte. Even later dacht ik moet mijn horizon gaan verbreden. En daarbij vond ik het ook niet heel erg leuk om in mijn eentje te ondernemen. En toen vond ik mijn compagnon. Vera en het bleek dat we echt onwijs veel gemeen hadden kijkende naar het ondernemen. We hebben eigenlijk joint forces gedaan en hebben verschillende divisies gebouwd 2 jaar geleden en zodoende is mijn tweede bedrijf met haar geboren. Het is echt zo'n bevrijding om samen te ondernemen. Werk op maandag. Financiële zekerheid. Alleen in de ochtend koffie, helaas. Ik kan niet heel goed tegen heel veel cafeïne. En nu ik natuurlijk ook zwanger ben, mag ik ook helaas niet zoveel koffie. Dus nu gewoon het maximale. Nou, mijn eerste bakkie, en ik weet niet waar ik het aan heb verdiend, maar mijn vriend komt iedere ochtend naar boven. Die is als eerste klaar, sta ik onder de douche, gaat hij naar beneden, zegt hij, zal ik een bakje koffie voor je zetten? Doet hij echt iedere dag. Dus sta ik onder de douche, komt hij met die koffie naar boven en dan drink ik mijn koffie onder de douche op. Tot en met dat ik aan het opmaken ben. En dan daarna pak ik nog een bakje en dan ga ik in de auto en dan drink ik nog een bakje in de auto. Ik heb zeker koffie nodig om mijn dag door te komen. Dus ik ben zo'n persoon die het voelt de hele dag als het geen koffie gehad heeft. Ja, ik voel dan dat ik minder geconcentreerd ben, alsof ik niet echt op aan ben gedrukt. Dus ik heb wel, eigenlijk heb ik wel 3 bakjes nodig. Ik bestempel mezelf wel als succesvol. En dat is omdat ik laatst een gesprek had met 2 hele goede vrienden. En ik zat er niet zo heel lekker in, ik maakte me zorgen. Toen hielden zij mij zo'n goede spiegel voor. En ze zeiden tegen mij, joh, ik denk dat er 17 miljoen mensen zijn die met jouw leven willen ruilen. Je hebt de vrijheid om te doen en laten wat je wil. Je kan alle keuzes maken die je wil. Je hebt een lekker huis, je bent gezond, je bent gelukkig, je hebt leuke vrienden, leuke vriend. En dat was zo'n eye-opener. Ik dacht echt, waar heb ik het over? En ik dacht ook, ik mag nooit meer klagen. Ik mag nooit meer iets negatiefs over mijn leven zeggen, want het is ook echt zo. Ik heb het gewoon heel goed kunnen regelen nu en daar ben ik super trots op. Weet je, het feit dat je iedere dag iets mag doen wat je leuk vindt en dat je zelf mag kiezen, nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet normaal. Mijn droom voor de toekomst is dat ik mijn bedrijf zo succesvol kan houden als nu. Misschien wel iets succesvoller nog. En dat ik natuurlijk ook een mooie balans kan vinden tussen ja, het leven als moeder en working mom. Super leuk dat jullie er waren en misschien tot de volgende keer.